Ja, de natuur is iets wat altijd een belangrijke rol gespeeld heeft in mijn leven. Ik heb dat van kleins af aan meegekregen. Ik hou ook ontzettend veel van dieren, van bloemen, van kleuren, van planten, van hoe iets weer tot bloei komt, tot ontwikkeling komt, maar ook het afstervingsproces. Ik schilder omdat het een creatieve uiting is die in me zit en ja, die moet gewoon naar buiten. In mijn hoofd speelt zich van alles af. Indrukken, emoties, observaties. Tijdens wandelingen met mijn hond maak ik foto's van vaak hele kleine details. En die sla ik onbewust op. En als ik dan aan het werk ben in mijn atelier, dan komt dat naar boven. Dan roep ik dat niet op, dat komt vanzelf naar boven. En dan raak je in een soort van flow. En ja, de materialen waar ik mee werk, de gereedschappen, die maken dan dat er een bepaald beeld op doek verschijnt. Nou, mijn signatuur, ik denk dat je mijn werk herkent aan het kleurgebruik en de kracht waarmee het op het doek gezet is. De gelaagdheid, de materialen die gebruikt zijn, de inhoud die het heeft en de aandacht die het heeft gekregen. Mijn naam is Danielle van Herk en ik ben kunstenares.